Hallo allemaal, ik ben Akeo en welkom weer bij je nieuwe video van GamersNet. Hey, stel je speelt Fortnite, maar je bakt er echt helemaal niks van. Lukt het je nooit om nummer 1 te zijn en als enige te overleven? Hier zijn namelijk 6 tips om jou te helpen om een stapje dichter bij de overwinning te komen in de nieuwe populaire Battle Royale game Fortnite. Probeer altijd een hoogtevoordeel te krijgen tegen tegenstander wanneer mogelijk. Dit is echt een goede tactiek in een open vuurgevecht. Simpelweg gewoon omhoog bouwen en naar de vijand toe. Het geeft je niet alleen een goede dekking, maar ook een goede hoek om te schieten. Als je omhoog bouwt, probeer dan minimaal 2 paletten naast elkaar te bouwen. Het is dan namelijk moeilijker voor de tegenstander om het kapot te maken. Maar probeer het niet hoger dan 3 te maken, want als je er dan van afvalt, dan brengt dat weer schade met zich mee. Nog een voordeel met de hoogte inbouwen, is dat je een goed zicht hebt op het veld en andere spelers sneller kan zien. Het enige nadeel is dat ze jou dan ook kunnen zien, dus kijk er wel vooruit. Nummer 4. Deze tip is echt super belangrijk, maar wordt toch door heel veel mensen vergeten. En dat is natuurlijk die bewegende cirkel. Want het is natuurlijk geen pretje om vast te zitten in die storm, traag aan rennen en beetje bij beetje schade op te lopen. Meestal met een game zoals Fortnite heb je meestal toch genoeg tijd om naar de volgende cirkel te gaan, zonder enige moeite, zolang je maar eigenlijk weet waar het is. Dus op het moment dat je uit de lucht bent gevallen en geland bent, check dan even waar de cirkel is om in te kunnen schatten hoeveel tijd je nodig hebt. Geef namelijk jezelf dan altijd wat extra tijd, want je kan altijd iemand tegenkomen en dat kan behoorlijk een achterstand geven. En misschien dat je dan zelfs ineens haalt. Het voordeel wetende waar de cirkel eens heen gaat, is dat je weet waar je tegenspelers ook heen gaan. Gebruik dat dus als voordeel, want als je jezelf omhoog hebt gebouwd, kan je ze natuurlijk ook weer makkelijker zien aankomen. Dus gebruik de cirkel effectief en misschien haal je er op deze manier wel weer wat extra kills uit. Nummer 3 is speel met wapens waarbij je comfortabel bevoelt. Dus gebruik ook wapens bij de gepaste situatie. Iedereen heeft natuurlijk een verschillende speelstijl en een voorkeur aan wapens. Omdat mensen die je kent of ziet wapens ziet gebruiken die zeggen dat ze sterk zijn of dat ze overpowered zijn, betekent niet dat jij ze ook moet gebruiken. Als jij er niet comfortabel bij voelt, moet je ze ook niet gebruiken. Zoek dus gewoon je eigen wapen waarbij je wel prettig bij voelt. Leer snel te kunnen bouwen. Je ziet meestal dat de topspelers bijna alles binnen secondes bouwen als ze beschoten worden. Dat is namelijk super irritant als je iemand aan het beschieten bent en er staat opeens een muur tussen jullie twee. Snel kunnen bouwen verandert jou namelijk van een makkelijk doelwit naar een moeilijk doelwit. Zolang je een muur tussen jullie twee bouwt, ga je eigenlijk niet dood. De meeste mensen blijven beschieten. Dus wacht tot hun magazijn op is en moet herladen, zodat jij je kans kan pakken en eventueel weg kan komen of hem dood kan maken. Verzamel zoveel mogelijk bouwmiddelen, zodat je altijd veilig blijft. Zorg ook altijd dat je op het juiste bouwmiddel staat, want als je op het verkeerde bouwmiddel staat en je wordt beschoten en raakt in paniek, ben je niet snel genoeg om jezelf te kunnen verdedigen. Probeer dit te oefenen en misschien win jij nu wel meer 1 tegen 1 gevecht omdat je sneller bent in het bouwen. En misschien, wel heel misschien, verschuilt er wel een nieuwe Bob de Bouwer in je. En tip nummer 1, en dat is de laatste tip die ik eigenlijk voor jullie heb, en dat is eigenlijk gewoon oefenen. Dat is eigenlijk het enige echte manier om beter te worden. Natuurlijk kan je ook tipvideo's kijken en iemand anders kijken die er goed in is, maar je leert natuurlijk het beste als je de kennis daadwerkelijk toepast in je eigen potje. Dus denk eraan, de slimme speler is de betere speler. Dit waren dan weer 5 tips die jouw skills kunnen verbeteren in Fortnite. Misschien kom je nu wel een keertje bovenaan te staan en kan je jouw vrienden laten zien dat het jou wel is gelukt. Vonden jullie dit nou handige tips waar jullie echt iets aan hebben? En misschien had je zelf tips die ik niet heb opgenoemd, maar zijn wel echt van cruciaal belang om te weten? Laat ze weten in de comments en discussieer er lekker over. En voor het allerlaatste Fortnite nieuws, check natuurlijk gamersnet.nl. Kom lekker langs!